Hey beste Bizliners, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij van de Biz Show. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe bouwlamp die ik in het assortiment erbij heb gekregen. Maar liefst 50 watt. En niet zomaar eentje zonder snoeren. Dus van al dat opgelaat in de auto of met een stekker, omdat er een batterij in je lamp zit, daar zijn we allemaal vanaf. We gaan allemaal werken met eigen batterijen. Ik heb vandaag die van mij meegenomen, een Milwaukee batterij. Je begrijpt het al, of je nou een Bosch hebt, of een Makita, een DeWalt, of een Flex of een Metabo. Ik heb 7 adapters die erbij kunnen. Nou, het zijn wel de doorgaanse die we allemaal gebruiken. Voor mij pak ik even een Milwaukee. Degelijk adapter. Zeker geen rotzooi plastic, als ik het zo aanvoel. Ik haal hem ook net uit de doos, dus even kijken. Nou, batterij is vol. Gelukkig voor de demonstratie. En hij zit dicht. Nou, zit in een behuizing, hè? Dus hij is ook gelijk IP54. Hè, spatwaterdicht, stofvrij. Goed, ik heb hier de knop aan de achterkant zitten. Ik zal hem niet in jullie kant schijnen. Stand 1. Dus een beetje, zo ziet het er al uit. Stand 2. En veel feller. Nou, het mooie daarvan is, je bepaalt je eigen autonomie natuurlijk. Hè. Ik weet niet hoe jullie batterijen meegaan. Is die al wat ouder, dan zal de duur van de lamp wat minder zijn. Dat is echt afhankelijk van je accu. Maar om de nabij zit hij zo maximaal 2 uurtjes op de hoogste stand. En dan heb je 7000 Kelvin. Op de lagere stand zit je op 4500 Kelvin. Al om al geeft die 50 watt gewoon 5000 lumen. Voor de rest IK7. Dat houdt in dat die gewoon een beetje hufterproof is. Hè. Dus mocht je hem laten vallen voor per ongeluk. IK 07 staat voor een bepaalde stootkracht, hè, van 0 tot en met 10. Zit al in het aan de hogere kant. Dus dat is mooi. Dus een robuust ding. Voor de rest zit er nog een standaard natuurlijk op, maar een standaard met magneten. Sorry voor het geluid, maar zoals je merkt, hij trekt hem eraan. En je moet hem er ook goed aftrekken. En zodoende. Voor de rest, ik weet niet wat ik vergeten ben, maar eigenlijk is het alles wat je moet weten van deze lamp. Uiteraard te bestellen bij Rexel. Vanaf november gaan we starten, want dan komen ze binnen. Dus dan staan ze ook gelijk in de lancering voor een goede prijs voor jullie. Dus ik zou zeggen, check even op de site van Rexel. Dit was het. Hey, bedankt voor het kijken en ik zie je graag in een volgende filmpje. Hoi!